3 uit 3? Ja. Verwacht? Op zich na de 100 had ik wel het idee dat het 50 was wel goed kon gaan. Maar ik merkte wel heel erg dat ik nog net niet uitgerust ben. En dat je, ja, je wil wel tempo maken, maar dat je dan iets minder water pakt. Ja. Het was op zich op de 100 beter, want dan zou je net een lager tempo en dan pak je meer water. Maar op zich, ja, mooie tijd wel. Dus dat ja, weer een, ja, weer een 31er. Dit keer weer in zonder de Jacobs. Ja. Nee, ik mag niet klagen. Ja, ik had een 30-18 in Jacobs uitgerust. Maar nu zit er iets meer dan een half seconde boven. Ik had het van tevoren niet verwacht. Want ik had deze week best wel veel stress met school en alles. Ik had niet het idee dat het zo lekker ging. Maar goed, de tijden zijn wel gewoon goed en daar ben ik gewoon blij mee. Dan kan ik weer mee verder. Ja, gisteren is het ook nog 1-7, zag ik even snel. 1-7-7. Ja. Dus dat is nog heel dicht in de buurt van een PR. Is heel hard. Ja, want ik zag de uitslagen van uit Amerika komen. En daar zwommen een aantal Australische volgens mij mee. En die zaten aan de 1-8-3. Okay. Dat zijn dames die op de WK tegen gaat komen. Dus. Nou ja, dan sta ik er dus wel goed voor. Het is altijd afwachten. Je weet ook niet hoe ik nou verder ontwikkel. Hoe het op de WK is, toch een andere wedstrijd. En je weet ook niet of die pakken wel weer mogen of niet. Dat kan ook weer een verschil maken. Dus maar goed. Voor mij is het wel gewoon een goede opsteker dat ik nu gewoon laat zien dat ik goed kan zwemmen. Dan hoop ik gewoon op de WK dat het ook uitkomt. Ja, wel wat meer spanning waarschijnlijk op de WK. Ja, dat zeker. Dus ja, dat zijn ook weer dingen waar je dan mee te maken krijgt en hoe je daarmee omgaat. Voldoende ervaring toch ondertussen met dat soort dingen? Het gaat op zich wel goed nu. Ik denk dat ik wel redelijk, maar ik heb wel tijden gehad dat het er onderdoor ging en dan voelde ik me fysiek al niet echt top en dan ga je steeds weer twijfelen en als het dan op een gegeven moment de hele tijd niet goed gaat, dan wordt het steeds moeilijker om er wel in te geloven en daar ben ik nu wel wat beter in geworden ook om met die spanning om te gaan en je kan er ook volgens mij weer wat meer van genieten. Dus je weet dat ook wel helpt om een spanning kwijt te raken. Zeker. En ik heb nu dan niet echt veel druk gevoeld, want die NK ging, het gaat om de Nederlandse titels, maar het is toch de WK is door, toch? Ja, de WK is het belangrijkste en je hebt ook niet helemaal naartoe geleefd. Dus wat dat betreft was het ook wel heel relaxed zwemmen en dat werkt ook wel gewoon bevrijdend. Ja. Ja. Eigenlijk dus 4 uit 4 met estafette erbij. Zometeen nog 4x200 of is dat nee. Laat je lekker uit de genoten. Nee, of hij zat helemaal niet. Helemaal niet? Nee. Jullie hebben genoeg gezwommen. Ja, dat vind ik wel. Ik ben wel redelijk moe nou. Ja. Dus, nu nog lekker trainen. Ja, en volgende week Parijs. Volgende week Parijs? Ja. Het seminar? 500, 200. 200 weer? Ja. Oké, okay, dus die moet nog even als prikkel aanwezig zijn. Ja, dat is wel goed voor mijn 100 school, denk ik. Ik moet het niet zien als 200, dat ik dat ambieer of zo. Ik denk dat het heel goed voor me is om dat even te doen richting 100 school. Oké, okay, en wanneer gaan jullie op trainingskamp? Laatste voorbereiding? Begin juli. Dus dan 2 weken Tenerife, even terug en dan Rome. Dus leuk, spannend. Ja, ik heb er wel zin in. Nou, in ieder geval heel veel succes. Ja, dankjewel.